Go Ahead Eagles heeft het lastig in de Jupiler League. En dat kostte vandaag technisch manager Dennis Becking zijn hoofd. Want hij werd ontheven van zijn functie en is niet langer belast met de portefeuille eerste elftal. Want hij wordt verantwoordelijk gehouden van het aankoopbeleid. En een van zijn aankopen is deze Langerijk, die vorig jaar veel scoorde voor RKC Waalwijk. En nu zijn draai nog niet echt heeft gevonden bij Go Ahead. Dan naar Jong FC Utrecht, dat best wel wat mogelijkheden kreeg. Dit is Gürtler en de goede reactie van Stevens. En zo blijft het 0-0. Utrecht staat 19e. Verloor afgelopen vrijdag met 4-2 van Almere. Terwijl Go Ahead van Sittard verloor in de slotfase. Hendricks, die wel scoorde in die wedstrijd. Beltrame. En de goede reactie van Heus. Omdat die bal onderweg van richting werd veranderd. Beltrame, een van de gevaarlijkste spelers. Aan de zijde van de ploeg van deze Flemings. Paraplu weer dus. Veel regen en mogelijkheden voor Go Ahead. Zoals hier. Weer het schot van Beltrame. Echt uitgespeelde kansen heeft Go Ahead niet gehad. Wel veel schietkansen. Zoals hier. De redding van Heus. Moeizaam, maar ja, hij gaat er niet in. En zo blijft het 0-0. Wordt het publiek niet echt op de wenken bediend. 6000 mensen toch nog weer afgekomen op een wedstrijd van Go Ahead. Nu dan, Hendricks. Hendricks tegenover Pijnenburg. En deze vliegt er ook niet in. Om gek van te worden, Hendricks, de clubtopscorer. Dan Utrecht. Die heeft natuurlijk de gevaarlijke Venema. Venema oog in oog met Stevens. En de doelman redt, zoals zo vaak dit seizoen, Go Ahead. Uit een benarde positie. Maar ja, 0-0 is ook eigenlijk niet voldoende tegen een van de laagvliegers uit de Jupiler League. We zitten in de slotfase, suk. Maar ja, dit zijn makkelijke ballen voor Heus. En zo gaat Go Ahead weer niet winnen. 4 wedstrijden gespeeld, 1 punt. En dat is Go Ahead onwaardig.